Welkom weer allemaal bij The Sims 3. Tweede keer dat ik vanaf hier moet recorden vanaf dit punt, vanaf dit beginpunt. Heeft ermee te maken, mijn spel is net vastgelopen. Terwijl ik 13 minuten al bezig was met recording. En ja, toen... ineens werkte mijn microfoon niet meer. Dus toen ben ik eventjes... tenminste, ik hoorde de piep niet meer. Ik normaal gesproken hoor of mijn microfoon werkt, als die in gebruik is. Dan dat geluid verdween dus. Dus ik zet de opname uit. Ik sluit het spel niet af. En ik sla het niet op en ik sluit het ook niet af. Dus ik druk gewoon op Alt-Tab. Om even te kijken bij mijn fraps. Niks aan de hand. Het staat gewoon nog steeds mijn microfoon. Ik kijk er verder op standen. Ik kan de laatste in open. Dus ik dacht, nou, het zal goed zijn. Ik wil het spel toch ingaan. Ik krijg alleen maar een zwart beeld met mijn muis erin. Het spel is dus ook gewoon daarna vastgelopen. Oftewel, ik het spel opnieuw moet aanzetten en zonder opnieuw het spel op, tenminste zonder het spel op te slaan. Dat betekent dat ik terug bij dit punt moest beginnen. Dus daarna heb ik ook maar gewoon de recording gestopt. Tenminste, dan heb ik ook maar gewoon de recording verwijderd. Dus vandaar, we starten weer gewoon opnieuw met de recording. Nou, ik vind het op zich niet echt zo... ik vind het niet zo vervelend. Ik bedoel, voor mij mag het wel... Yay! Er is iets gebeurd. Daarna... Oh, salarisverhoging! Ik kom mijn huis zien. Dat is het huis van mijn sim. Maar... Hij verdient gewoon 38 simdollars per uur. Dat vind ik echt wel baas. Want hoe dit er nou uitziet, de prestatiemeter. Hij heeft misschien zelfs vandaag al promotie. Oh, ik heb ineens laag frames. Lager in elk geval. Kom aan. Laat hem alsjeblieft promotie hebben. Alsjeblieft. Was 14 en geen promotie. Damn it. Ja, yay! Goed, hij moet nu eventjes deze kant controleren. Hij moet even de post gaan halen. En daarna die even recyclen. Daarna gaan we even deze. Wat krijgt hij weer de post? De vorige keer had hij ook post. Nee, hij heeft de kunst van het strijden elke week weer winnen. Hij heeft zijn eigen boek binnengekregen. Die kan je verkopen voor volgens mij 16 simulaars. Ja, klopt. Maar daar heb je dus helemaal niks aan. Oké. Die gaat hij gewoon even... Ik wil de game spelen. Speel een race game. Ja, het is een race game. Iemand chatten. Ook dat zijn sociaal omhoog gaat. En zodra het allemaal omhoog is gegaan, laat ik hem gewoon tukken. En kan hij de dag daarna kan hij dan verder gaan met schrijven aan AG263. Dat is het boek waar hij op de moment mee bezig is. En het soort boek is een science fiction roman. Nu kan hij best gaan tukken. Dat deed hij vorige keer ook rond dat tijdstip. Wauw, 40 omdat hij ons vrijgezel is. Oké. Nou, ons sim slaapt nu lekker, volledig uitgerust. Nope. Wauw, een stuk cent gaat hij maar slapen tot 10 uur. Wauw. Nou, ik moet toch wel iets afvragen, want ik moet pas om 15 uur naar het werk. Dan is een carpool dus tenminste. Dus we laten hem om 13 uur ongeveer pas opstaan eigenlijk. Wacht als hij om 10 uur opstaat, vereten en daarna naar het toilet, kan ik dan nog even schrijven. Nou, ik laat hem gewoon pannenkoeken dan bereiden. Dan moeten we hem schoonmaken. Even kijken, wat moet eigenlijk allemaal schoongemaakt worden? Nou, of niks dus eigenlijk. Hallo. Hallo.
Wauw, dat ding moet ik even schoonmaken. En dan kan hij daarna schrijven. AG 263. Wauw. Nee, die hoeft hij niet te leren. Gitaar kost alleen maar geld. Plus als hij niks met de gitaar gaat doen, hij gaat alleen maar vermaard auteur. Dus schrijf- en schildervaardigheden moeten volledig. En wie zit er nou weer zo te zeuren? Oeh. Waarom ligt de rekening op de grond? En waarom leggen ze de krant neer? Ja, kan er de krant en zo ga ik nog allemaal weg. Hallo, ja, die mag wel. Jee, oké. True. Je bent uiteraard nog een goede kok. We hopen dat je nooit het huis laat afvikken zoals al mijn andere Sims altijd hebben gedaan. Jee. Hij heeft niet zijn huis laten afvikken. Nou, mooi. Dat werkt ook heel erg goed. Oh, nee, ja. Geweldig. Nou, heb ik ook wel het geld kwijt. Nou, voor mij heb ik hem ook repareren gegeven. Ik kan het ook weer zien. Hier. Hallo, die smartphone. Nee, telefoon oppakken. Hallo, pak je telefoon dan maar gewoon op. Een aantal boeken die je geschreven hebt zijn verboden in China. Maar een plaatselijke verkoper heeft je gesmeekt om toch een van je boeken mee te smokkelen tijdens je volgende reis. Nee, dat doe ik niet aan. Nou, dat gaat niet werken. Dat, hij belt dan zometeen maar een technische reparateur. Zo doen. Nou, dat lijkt me beter. Reparateur arriveert over 1 uur. Oké, mooi. De reparateur is er dan zometeen. Oké, is dat technische reparateur? Geweldig. Wauw. Wauw. Ah, helemaal klaar daar. Oké, mooi. Nu moet hij hem nog schoonmaken daarna. Net als de hele kamer. Wauw. Jee, einde van zijn dienst. Of minstens 100. Die is al gerepareerd. Naar binnen gaan. Die kan wel. Yay! Hallo. Laat mij kunnen klikken. Hallo. Ah. Promotie. We moeten al van school gaan openmaken. Die moet hij nog doen daarna.
Want nu lijk ik echt een orang. Wauw. En kijk, plezier gaat echt heel erg snel omhoog nu. Oh. En daarna moet hij wel doorgaan met schrijven. En toen maakt het zometeen zijn kookkunst omhoog. Goed draaien, graag. Ja. Yeah. Je moet dan wel ook gaan eten. Oh, crap. Oké, iemand punt omhoog. En die hoeft niet echt. Oké, verder met schrijven, mijn jongen. Nou, hopelijk geeft mijn microfoon het niet op over 1,5 minuut. Dat deed het de vorige keer dus wel. Maar goed. Even kijken. Hij is al goed bezig, hij moet alleen zo. Nou. Nu moet hij toch echt geslapen heeft. Weer een keer heeft. Crap. True. Ik maak hem over 4 om. Ik maak hem gewoon om 2 uur wakker. 2 uur 's middags. En dan. Daarna laat ik hem dat ding repareren. Laat ik hem gewoon om 1 uur wakker. Om 13 uur. Dan weet ik zeker dat hij op tijd klaar is. Voor zijn werk. Nou. Ik slaap heerlijk. Oh. Wauw, ik kan ook mist gewoon er uiteindelijk nog op zetten. Oké, ontstoppen. Ik laat me uiteindelijk trouwens ook wat dingen verbeteren, maar dat is niet echt de allereerste prioriteit. De allereerste prioriteit is gewoon geld verdienen en misschien ook eventjes het huisje upgraden. En waarom komt u dan weer de krant brengen? Ik heb niks met die krant van jou. Geen nieuwe rekening binnengekomen, daar ben ik al blij mee. Ontstoppen. Dat is nog geen enkele dief. Als er een dief komt, politie wordt dan ook direct gewaarschuwd. Even kijken. Dan. Ja, bijna. Nou, weet je wat? Wakker worden! Zo kan ik hem ook zeker bij het eerste veranderde dingetje laten weggooien. Yay! Vaardigheid, handigheid verbeteren. Nou, ik laat hem. Oké, eten en zo, dat doet hij allemaal op zijn werk. Oh, hij kan er ook naar klussen, maar dat doet hij even niet. Hij gaat. Lost onoplosbaar op. Vindt u dat leuk? Is dat goed voor plezier? Ja. Het is langzaam, maar oké. Okay. Wacht even, het is zelf iets. Er zit een bepaalde tijdslimiet aan. Ja, is bijna klaar. Wat? True Wilton slaat weer werk. Ja, nou en. Succes! True heeft de laadstelling van Fairmont in recordtijd opgelost. De beloning voor deze prestatie is 82 simdollars. Holy crap! Nou, ik ben wel blij met dat hij dat heeft gedaan.
gewoon je werk doen. Zucht. Yay! Als het al zo'n tijdje niet geschreven aan het boek. Vrijhandigheid verbeteren is niet zo belangrijk. Naast hier al. Oeh. Yay! Oké. Nee, niet even uitgeschoven houden. Oké. Ik ging naar een plezier. Maar het is vrijdag, dus hij hoeft morgen en overmorgen niet naar zijn werk. Daar ben ik hartstikke blij mee. Want, het is echt irritant dat hij dit maar naar zijn werk moet. Aan de computergame spelen, een sportgame zometeen.